Ben jij op zoek naar 414 Ultimate Team Coins? Check dan futstore.nl en vergeet niet de code DNPNL te gebruiken voor 5% extra korting. Hallo mensen, ik hoef ook op snel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag hebben wij het toernooi ding van de Fantasy League. En ja, natuurlijk is het er weer, want ja, het is altijd dan op woensdag. Maar mensen, ik wil even weten, vinden jullie dit een leuke serie? Want op de vorige video kregen we helemaal niet zoveel likes. Terwijl we op de video van de World Cup kregen we 240 likes, super insane. Vrijdag komt een Messi Road to Rio, weet ik hoe ik het noem. Maar als jullie daar zin in hebben, laat het even ook achter in de comments. En laat even achter of jullie dit dus, ja, het waard vinden om te kijken. Want ja, misschien is het een beetje gewoon, ja, want ja, ik weet niet eigenlijk. Oké, laten we maar beginnen. In de allereerste wedstrijd kwamen we tegen dit team, Beast FC heet die. Nou, dan ben je al meteen bang natuurlijk. En hij had een, ja, best wel goede hybrid eigenlijk, als we eerlijk zijn. Meestal zie je dat niet bij Beast FC. Het was niet zo'n heel bijzonder team, maar ja, wel gewoon, ja. Ik vond het wel een leuk uitziend team. Maar het duurt niet lang voordat ze met 1-0 voorkomen. Royce geeft de bal voor, dan wordt hij door alles iedereen gemist. En dan staat er Boateng die in de rebound 1-0 kwam in. Dat is een beetje een 8-goal. Maar het maakt natuurlijk helemaal niks uit, want we staan met 1-0 voor. En het duurt ook niet lang voordat we met 2-0 voorkomen. Hier Royce, die geeft de bal aan Firmino. En oh, die Firmino is zo verschrikkelijk goed. Dat zie je hier ook maar weer. Een geweldig longshot over de keeper. De keeper die duikt niet eens. Dat is gewoon onhoudbaar. En ze staan met 2-0 voor. En daardoor besloot deze man ook te ragequitten. En daardoor wonnen we dus eerst even met 2-0. En gingen we door naar de volgende ronde van de Gouden Cup. In 2000 kwamen we tegen een 0 chemistry team. Met 100 chemistry. Oh, oh, dat is raar. Dat klopt. Maar in ieder geval, goed team. Robben had hij. En Robben is in de kopie deze game. Maar ja, gewoon het echte. Ja, goed. In de 22e minuut kwamen wij. Ja, er gebeurde. Ik vond het gewoon een beetje een raar doelpunt. Kijk, zoals jullie kunt zien, Schürrle rent. Dan douwt hij mijn speler vol onderuit. Geen overtreding. Dan rent Thiago langs de zijkant. En dan geeft hij het perfecte voorzet op Robben die dan de bal erin komt. Ik vond het een beetje een raar goal. Ten eerste, waarom staat Robben daar en Thiago daar? Ik vond het gewoon hartstikke raar. Maar in ieder geval stond het met 1-0 achter. En bij de rust stond het dus ook 1-0. Dat was een beetje jammer. Maar hij had ook wel meer schoon op goal. Dus eigenlijk was het op zich wel terecht. Maar in de tweede helft duurde het niet al te lang voordat ik een flink grote kans kreeg. Hij trapte een beetje raar uit en Malappa veroverde die bal. Krijgt hij een lekker balletje mee en hij finest hem langs Tsjech om zo de 1-1 binnen te schieten. En ja, dat was dus een prachtige duik ook van Malappa. Maar ja, dan komt hier weer wat Robben eens. Robben komt er binnen en die schiet gewoon echt naar het midden toe. En Neuer die kan die bal niet houden. Het leek echt wel alsof ik met een of andere Dosti keeper speelde. Maar dat was dus niet het geval. Ik speelde met Neuer. Maar Neuer die kon deze bal niet houden. En dat vond ik echt heel raar. Want zo stonden we dus met 2-1 achter. En ik dacht echt van, what the fuck is dit? En om de Robben even iets erger te maken. Hij komt hier door. Met Robben natuurlijk. Want hij kon alleen maar met Robben sprinten. Ik tackle hem niet. Ik was een beetje gefrustreerd. En hij maakte de 3-1. En dan ben ik weer adio uit het toernooi gekikt. Ja, leuk. Oké. 3-1. 3-1 verloren. Ja, beetje jammer. Ik vind het echt gewoon, oh ja, oké. Dat is op zich wel een mooi doelpunt. Maar ja, beetje jammer. En zo verloren we dus met 3-1. Ja, vrij teleurstellend. Zo moet ik het eigenlijk noemen. Maar mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat dan een like achter. Check ook even de kanaal van de andere gozers in de beschrijving. En check ook hun, hoe zij gespeeld hebben. Ik zet like, veel regen, abonneer de volgende keer. En ik zeg doei, later.